naar Benelux in. Blijf kijken voor mooie beelden hier in Renesse. Anders ben je een half uur aan het lopen op zoek naar een boemeltreintje en loop ik gewoon finaal langs. In ieder geval net stond hij er niet, het viel niet op. Maar de fontein wel, wat aangegeven stond, die is hier. Dat is een beetje simpel voor mij. Maar we gaan straks met het boemeltreintje. Nog 5 minuten. Dames en heren, welkom in het boemeltreintje. We gaan vanaf het centrum van Renesse naar Schoonmond en via de stad Vlissingen. Het linkerveld ziet u de Jacobuskerk. De toren is in 1458 gebouwd en de rest van de kerk is er in het jaar 1600 er tegenaan gebouwd. Hier aan de linkerkant ziet u de orangerie. Vroeger was dit de winterkas en nu wordt het gebruikt als ontbijt- en dinerzaal voor het hotel. Aan de rechterkant is Schoonmond, waarvan het eerste gedeelte is gebouwd rond 1229. Door de eeuwen heen is er meer en meer aan het slot verbouwd. Sinds 1513 is er niets meer veranderd aan het slot, behalve het bos wat er omheen is gebouwd.
We zijn in het Kabouterbos aangekomen. Aan de rechterkant ziet u al de eerste bewoners. Hier aan de rechterkant is de duinovergang Jan van Renesseweg, het familiestrand van Renesse. Hier heb je gratis vervoer naar het strand toe, de Beach Hubs. Die vertrekken elke 10 minuten hier vanaf de bushalte hier in Renesse. Gratis vervoer, heel de zomer lang. En ook heb je hier het Transferium, daar kan je gratis parkeren. Hier in Renesse, dus ga je naar het strand toe, ga je naar het centrum toe. Wees dan slim, zet het op Transferium. Dan heb je een gratis parkeerplekje. Gratis Beach Hub nemen naar het strand toe. Strand Jan van Renesseweg. Aan uw rechterkant zijn de tennis- en midgetgolfbanen, wat zeker een aanrader is. Aan de linkerkant ziet u de nieuwe winkels van Renesse. Aan de linkerzijde zit de mooie laden van Renesse. Het is al 50 jaar oud en heeft sinds kort ook een eigen brouwerij. Rechts ziet u dat uiterste café van Renesse, Brewpub De Stul. Het besteedt zo'n 50 jaar en had zijn trotsen ook een eigen brouwerij. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze Renesse Tour. Bij het uitstappen alsjeblieft even op massa voor je hoofd. En ik wens jullie natuurlijk nog een hele fijne dag. Dat hier is het einde van de Renesse Tour. Bieden we bij een aussteigen even achteraf mijn kop. En ik wens jullie een ganz schöne dag. Nou, en dat was ook het einde van Toringenraam Benelux hier in Renesse. De hitte mag ik zeggen, maar dat is van mij thuis. We zijn hier in Renesse, schouder uit het land. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, te reageren, te delen en te abonneren. En tot de volgende keren.